Yes, skeletten staan de hele dag erin. Oh yes, goed gedaan. Laat eens zien dan. Oh jongens, nee, nou zit er echt een inktvis op de yellow sock machine. Nee, dat was natuurlijk de bedoeling. Ik wilde graag in de krant zetten dat er een inktvis op de yellow sock machine stond. Weet je nog? Daar heb jij dus een inkt voor gemaakt, omdat we een plan hadden. Dus er zit geen inktvis op de sock machine? Nee, maar het staat wel in de krant. En dan denkt Aquarius dat we een hele bijzondere inktvis hebben gevonden. Ja, je bent zo slim. En dan wil hij natuurlijk die inktvis wel ruilen voor Neptuna. Yes! Ah, jij bent zo slim, Jan. Hallo Aquaralis, ik ben weer lekker vrij. Nee. Die mare is weer vrij. Want ik ben bevrijd door Jan uit het aquarium. En ik heb dus ook met Jan gesproken en ik heb ze alles lekker verteld. Lekpe. Maar nu willen we ook graag koningin weer terug hebben, Neptuna. Dus die willen wij ruilen met jullie voor de inktvis. Hier, vandaar, in de kasteeltuin. Oh, ik vind het zo spannend allemaal, of het gaat lukken. Ik hoop het echt. Het is ook wel echt heel spannend. Ja. Oké, dus wat gaan we doen? Ik heb nu allemaal van die inkt. Hier, Fruity, neem jij deze? Nee. Het is niet om op te drinken. Nee. Oké, wat dan? Het is inkt. Wat doen we? Dus dat gooien we in het water. Oh, in het water. Dan lijkt het net alsof de inktvis daar om de submarine heen zit. Doet zo goed, Jan. Ja. Ik zie al helemaal niks. Perfect. En dan lokken we Aquarius in de submachine. Ja. Laat me gaan. Waar is Koraalridder? En dan doen we hem op afstand. Ja, en dan heb ik een automatisch beloot en dan kan ik hem daarmee naar Guantanamo Bay Bay sturen. Dat is echt perfect. Wij zijn zo slim allemaal. Zo slim. En dan hebben we eindelijk Neptuna weer terug en ik mis haar zo. Dus ik daar nog een beetje goed in. Laat me nou los. Ja. Ik ben de koning. Hier is op. Laat me los. Auw. Dit is pijn. Wie ben jij? Wat heb jij? Waarom doe je dit? Omdat help. Kralies. Help. Ik wil jullie allemaal. Help! En nou naar die vriendjes van je. Laat me los! Daar is ze. Echt? Zo goed. En Neptuna ook. Neptuna! Help! Laat me los! Oh! Kom in, bij jou! Help! Help me dan! Laat me los! Niemand! Help! Help! Aangenaam. Aquarius. Mijn vissen heb ik het liefst achter tralies. Jullie hebben iets voor mij? Een inktvis? Ja, die zit aan de boot, maar hij heeft net inkt gespoten, dus je kan hem eigenlijk niet zo goed zien. Nee, ik heb inkt gegooid. Ja, heel niet aan deze zien. Kant. Ik denk misschien hier. Weet ik niet. Ik kan dat niet zien. Daar, dat was een boot. Oh, ik zag een boot. Wat? Ja, ik is zag het ook. Is dat de boot van de inktvis? Ja. Ja. Oh, nou zag ik hier een poot. Ja, zeker. Is hij onder de boot? Hij is onder de boot, ja. Je kan het ook onder de boot. Ik wil de inktvis. Waarom is de inktvis? Ik moet hem zien. Ja, misschien... Anders, jullie krijgen niet dood. Oh, waar is die inktvis? Misschien dat we... Waar is de inktvis? Ja. Maar misschien... Waar is de inktvis? Er zit een raampje in de boot, dus misschien moeten we even in de boot. En dan kunt u daar kijken. Ik kan die inktvis zien in die boot. Ja. Ik wil die inktvis zien! Voordat je de boot in gaat, wil ik de sleutel van dat we de koningin kunnen bevrijden. Ik wil eerst die inktvis zien! Nee, nee. Eerst de sleutel, anders mag je de inktvis niet zien. Nee, wat Jan zegt. Maar dan... Ik wil die inktvis! Ik ga die inktvis! Neptuna, ik heb de sleutel, ik kom je bevrijden! Ik ga die grootste en nieuwste ontdekte inktvis! Ja, en dan moet je daar achter even in het raampje kijken. Waar is het raampje? Ja, dan moet je misschien even de deur dicht doen, want anders kun je het niet zo goed zien. Ik kan hem zien! Ja. Haha, daar gaat hij jongens. En hoe gaat het wel? Oh ja, koningin! Oh, leuk! Ja, uit, Jan! Ja, het is gelukt. Ja, je hebt het yes. Oh, ja! Goed gedaan, Jan! We hebben hem gepakt. Jan, heb je bevrijd? Jan is zo ontzettend goed. Oh, maar nu je toch vrij bent, koningin, ja? Dan kunt u misschien ons wel trouwen. Zou u dat willen doen? Ja, natuurlijk. Het zou een eer zijn. Echt waar? Oh, yes. Eindelijk. Ja, ik kan trouwen met Jan. Even trouwen. Geachte aanwezigen, we zijn vandaag bij elkaar gekomen om de liefde tussen Fruity de Maaier
en kapitein Jan Huygens. Ja, ik wil. Eventjes wachten, Fruity. Oh. Ik ben aan het woord. Oh, het duurt allemaal zo lang. Fruity. Ja. Neem jij kapitein Jan Huygens tot je wettelijke echtgenoot? Ja, klaar. Kapitein Jan Huygens. Ja. Neem jij Fruity de Mare als jouw wettelijke echtgenoot? Ja. Pak de ringen bij. Nou Jan, hier is jouw ring. Een beetje trillen. Oh, dat is zo mooi, Jan. Dan mogen jullie nu elkaar kussen. Elvis, het is tijd voor Bubbles! Hallo jongens en meisjes, ja, het zit er weer op. Oh, wat fijn en alles is weer goed afgelopen. Neptuna is bevrijd, ik ben bevrijd en ik ben getrouwd met mijn Jan. Ah, heerlijk. Ik hoop dat jullie ook een leuke week hebben gehad. En je kunt nog steeds alles mailen naar ons wat je hebt gemaakt met hutjes en andere tekeningen naar digi@okidokidorp.nl. En natuurlijk ook de website www.okidokidorp.nl voor alle filmpjes die je nog heel lang terug kunt kijken. En dan gaan we natuurlijk ook nog eventjes samen zingen. Zit jullie er klaar voor? Ken je het liedje nog van vorig jaar? Die ik altijd met jullie zong in de grote tent. Dat was supermooi. Dan gaan we even kijken of je hem nog kennen. Die gele petjes en ook die rode, groen en blauw, bella ciao, ciao, ciao. Ik zie je later hier onder water, dus ga maar gauw. Oh, bella ciao, die gele petjes en ook die rode, en groen en blauw, bella ciao, ciao, ciao. Ik zie je later hier onder water, dus ga maar gauw. Oh, bella ciao.